We gaan lekker bakken en deze keer doe ik dat met de enige echte Danielle van de Grint. Superleuk dat je er bent. Ja, we kennen jou natuurlijk van al je YouTube-video's. Hey, hoi, goed dat je kijkt. Het is weer tijd voor een nieuwe vlog. Ja, doe maar de felste, want het is toch feestelijk. Ik heb een superleuk recept bedacht. We gaan namelijk een ontbijtmuffin maken. Dus het is en een ontbijtje en een muffin. Hoe leuk is dat? Lekker. Wat heb je daarvoor nodig? Bloem, bananen, eieren, beetje melk, bakpoeder, kaneel, yoghurt, honing en zonnebloemolie. Wat we eerst gaan doen is, we gaan deze bananen even prakken. Dit wordt trouwens wel een beetje een vies popje. Ja, maar weet je, dat komt helemaal goed, want het gaat super lekker worden. Wat we nu gaan doen is, je gaat eerst de zonnebloemolie samen mixen met de honing. Nou, dan doen we er een eitje in, dat maakt het lekker luchtig. Bakpoeder, lekker veel kaneel, dat vind ik altijd zo lekker in de ochtend. Met je yoghurt en onze geprakte banaan. Lekker! En niet vergeten de melk erbij te doen. Lekker mixen! Hey, en Danielle, jij bent ook DJ bij de radio van de Efteling. Ja. En ik vroeg me af, ben jij dan ook elke dag in de Efteling? Ik heb wel een beetje een droomplek. Gewoon als ik niet thuis ben, dan ben ik in de Efteling. Dus jij gewoon elke dag in een achtbaan? Dus ja, dat. En af en toe komt de wolf langs en rood kapje. Werken bij Efteling Kids Radio is gewoon één groot feest. Wat een spannend leven, zeg. Ja, ondertussen, want we moeten natuurlijk wel door, anders hebben we nooit een ontbijtmuffin. Nee. Doen we ook het bloem erbij. Oké. Ja, lekker dit. Ik heb hier een muffinvormpje met mooie kleurtjes papier erin. En dan gaan we het beslag erin scheppen. Ongeveer 3 lepels per muffin gaan we. Oké. Hey, en zijn als vlogger nou al jouw dromen uitgekomen eigenlijk? Ik ben naar Afrika geweest als vlogger en dat vond ik wel heel erg gaaf, moet ik zeggen. Voor het project Go for Africa ben ik afgereisd naar Gambia en Senegal om hier een groep Nederlandse studenten te volgen die per auto helemaal naar West-Afrika zijn gereden om een stage te volgen. Waanzinnig was het en het was ook heel tof om mee te maken. Want je moet je voorstellen, het is niet vanzelfsprekend dat de kinderen in Afrika dat die naar de tandarts kunnen. De kinderen die hebben niet altijd tandenborstels of tandpasta, dus ze kregen ook poetsles. Ook gek, hè? Voor ons is het zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Ja. Nou, dit gaat nu eventjes 30 tot 40 minuten in de oven. Vroeg me trouwens af, want ik kijk natuurlijk jouw video's. Ja? En ik zag laatst een video waarin je heel veel gekke bekken trok. Haas. Maar mag ik een kleine show? Wat zijn jouw meest gekke bekken? Je wilt nu? Ja. Nu wil jij meteen bij... Ik ben wel heel benieuwd. Wow. Ja, charmant, hè? Hé, hey, moest met jouw gekke bek? Wacht, misschien moet je eerst even je wangen een klein beetje losmaken. Pak ze maar even vast. Ja? Oké, en dan moet je dit doen. Oké. Je bent een natuurtalent. Oeh, best wel leuk om te doen het ook. Ik ben ook klinic clown geweest. Dus gekke bekken en klinic clowns, dat is natuurlijk wel, dat past wel heel erg bij elkaar. Wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt als klinic clown? Ik heb op een gegeven moment met een meisje die gewoon helaas heel weinig kon. Gewoon samen met haar, want ze kon moeilijk ook de hand optillen. En ik heb met haar met haar handje vastgepakt en samen de was ophangen. Ja, en dan staat daar zo'n vader, zo'n hele lieve vader, die staat met tranen in zijn ogen en die zegt... Dankjewel, clownjet, want zo heette ik toen. Dankjewel dat je dit met mijn dochter doet. Want het allerbelangrijkste is dat kinderen de held zijn. Nou, hoe lekker ruikt het hier? Pa-pa-pa-pam. En tada! Ja, wow. Onze ontbijtmuffins zijn klaar. En nu gaan we ze oppimpen met... Een hele lekkere versiering. Dit is cream cheese met bietensap. Tada! Dit zijn onze ontbijtmuffins. Heel veel plezier met het maken. Cheers! Ja, cheerio! Mmm!